We hebben dat nooit meer gezien en het is al zo lang geleden dat hij gestorven is. Dus dat is ongelooflijk van hem nu live terug te kunnen zien. Men is nooit zand in eigen land. Omer de Kok met zijn artiestennaam Jane Cooks uit Sint-Niklaas sleepte zijn saxofoon door veel Europese landen al vele jaren lang. Het begon al in 1931. Hij speelde met heel beroemde orkesten en solisten en maakte ook in die tijd volle platen. Op de groeftaster legden we een plaat uit 1939, Meditation. Met de plaat die hij destijds opnam, gaat Omer rechtstreeks op de saxofoon in dubbelopname nogmaals jazz improviseren. Met de mensen, leden van het orkest Cat Calloway, Willy Lewis. Daarna in Zwitserland met de Hawkins, Benny Carter. We hebben er nog een, Fred Beuler, Teddy Stover. Met in Frankrijk Django Reinhardt, Bianchi, de gitarist. En Armstrong ook. Armstrong was ook op de rest in Zwitserland, we hebben samen gemusiceerd. Hoe was de stemming in die Europese wereldsteden, zoals bijvoorbeeld Londen, Berlijn, Hamburg, Zürich, Genève? Ik denk bijvoorbeeld direct aan Berlijn, de Alexanderplatz, de Nürnbergkasse. Ja, natuurlijk Berlijn, dat was voor ons muzikanten een paradijs. Het is te zeggen een paradijs in dit opzicht van waardering, van verdiensten. Natuurlijk, dat was ook een tegenkant dan. Je moest oppassen wat je vertelde natuurlijk op de straat of in een café. Bijvoorbeeld als wij over Adolf spraken, dan zeiden wij broers Henri en die Mussolini, die noemden wij Rudolf Valentino. Vind je moeilijk? Dat we God een bezoekje moeilijk hebben, als die moeilijk is. Wie heeft nu als muzikant waarmee je hebt gewerkt, als dirigent, als jazzcomponist, het meest indruk of de meest indruk op je gemaakt? Ja, voor mij is er maar één figuur en dat is Coleman Hawkins. Dat is maar één figuur, omdat die mens voor mij is daar wel als jazzmuzikus de sterkste beat had. Hij heeft een kolossale harmonische vondsten, die fraseer van hem is zo melodieus. Het is muziek waar de mens met kop en een staart is en verantwoord is op harmonisch gebied en op algemeen.
Ziezo, maar daar heb ik het. Ik denk dat ik nu iets straver dan wat water nodig heb om dat eventjes van te bekomen, want dat is toch wel... En ik zie voor mijn zussen en mijn broer ook een heel emotioneel moment van dit te kunnen zien. Fantastisch, dat we het nog kunnen vinden. Thank you.